Oké, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En het is de hoogste tijd om even lekker een hotdog te halen. Mensen, like even op deze video, anders komt Pardoes nu naar je huis. Weet je niet, dus 3, 2, 1, heb je gelijk? Oké, meneer, zou ik alsjeblieft een hotdog mogen? Ja, maar natuurlijk zou je een hotdog mogen. Mooi, want ik heb pittig veel honger gekregen. Dat kost je dan 7,50 euro. Dus weer mijn pin of contant. Oh. Meneer, wat is er aan de hand? Oh nee, wat gebeurt er? Nee, meneer, wat heb ik aan? Er een helpbel. Hallo, wie ben jij nou weer? Hallo. En oh my god. Au. Oké, snel wegwezen hier. Oh nee, 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 nee. Oké, moet snel wegkomen hier. Oh nee, Pardoes, dacht hem aan. Oh nee, en au. Oh nee. Nee, 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 nee. Help, alsjeblieft. Help. Au. Wow, wat is gebeurd? Wacht, was het gewoon allemaal maar een droom? Ik ben gewoon wakker geworden in mijn eigen huis. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Oké, een beetje raar. Maar ja, ik ga eens even naar mijn ouders doen, want mijn ouders zitten namelijk ook beneden. Hey, goedemorgen. Hoe is het dan met jullie eigenlijk? Goedemorgen, mijn zoon. Maar mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou dan? Heb je lekker geslapen? Ik heb namelijk leuk nieuws voor je. Maar doe ze vandaag in de Efteling. Zou je alsjeblieft een foto voor ons kunnen maken? Ja, oké, is goed. Ik heb verdomme een nachtmerrie over Pardoes gehad. Maar oké, ik wil het wel doen. Mooi. Pardoes is vandaag bij Disney Park. Je kunt hem opzoeken en maak een leuke foto van, zou ik zeggen. Maak een selfie en doe de groetjes aan ons. Misschien leuk als je een filmpje voor ons maakt. Ah ja, nee, natuurlijk. Dat is helemaal top. Ik ga het maar doen ook. Oh nee. Ik heb een verschrikkelijke droom over Pardoes gehad. Maar zou het dan echt zo erg zijn? Ik durf niet te zeggen. Ik hoop maar dat het niet zo is. Maar laten we even naar Pardoes rijden. Oké, dames en heren. Wij gaan eens even lekker naar Pardoes toe. En ik ben dus heel erg benieuwd wat ik kan verwachten. Maar ik weet het echt niet. Ik weet echt niet wat ik daar kan verwachten. Ik zweer het. Je hoort me al een beetje stotteren. En dat is niet zo omdat ik het leuk vind. Maar omdat ik een beetje even gewoon stress ben. Want ik weet niet wat Pardoes' status is. Want ik denk dat Pardoes echt tot al zijn status. Oud. Oh nee. Au. Oh. Weet je wat? Laten we naar Pardoes gaan. En misschien toch maar eens even een handtekeningetje voor papi en mami fixen. Wij komen dus in ieder geval aan bij Disney Park. En wauw, wat een leuk park is dit. Ik zie gewoon zelfs de Squid Games dol staan. Ja, hartstikke leuk. Maar in ieder geval, laten we gewoon lekker even op afgaan. En hier moet het dan zijn, hè? Het amusement park. Wauw, wat is dit groot, zeg. Het is tijd om Pardoes even te ontmoeten. Wie goed doet, wie ontmoet. Als ik het goed zeg. Oh my god, er staan een hele hoop mensen. En die willen waarschijnlijk allemaal een foto met Pardoes. Ja, weet je wat? Ik weet niet, ik vind Pardoes er een beetje scary uitzien. Ik zou zoiets van laat maar zitten, want ik heb er nu al geen zin meer in. Ik ga denk even in de raceautootjes. Want ik denk dat ik even een lap ga doen. En ik denk even een race ga houden. Dat is op zich wel leuk. Dus weet je wat ik eens ga doen? Ik ga de auto's pakken. En ik ga even denk, een rondje maken. Dat is wel een hartstikke leuk idee. Oké, dan gaan we dan nog even een lap gaan racen. Oh my god. Ik was heel erg benieuwd. Oké, ik moet wel een beetje voorzichtig zijn. Ik zweer het je. En ik ben eigenlijk helemaal benieuwd wie ons aangemoedigt. Want het is altijd natuurlijk leuk als mensen me aangemoedigen. Maar ja, ik durf even niet te zeggen natuurlijk. En wacht eens even. Oh my god. Ik zie Mickey Mouse. Ik zie Donald Duck. En ik zie Pardoes. En Pardoes is me gewoon letterlijk heel de tijd aan het aankijken. Oké, dat vind ik wel heel erg scary dit. Is Pardoes nog steeds aan het aankijken? Oh my god. Oké, dit is echt niet best. Ik zweer het je. Blijft Pardoes me echt aanstaren of zo? Of hoe zit dat nou weer? Ik kan Pardoes nu niet meer zien, maar dit was wel een beetje heel erg raar dat ik ineens ben aangekeken door Pardoes. Wat heeft dit dan weer te betekenen? In ieder geval, we hebben onze ronde gehad. Laten we even ergens een drankje gaan drinken. Ik denk dat het op zich wel lekker is. Ik heb toch wel pittig veel dorst gekregen. Ik denk even bij het casino of zo. Want ik wil toch een keer spinnen. Misschien heb ik een keer prijs. En verdien ik nou eens eindelijk in gewoon een dikke auto of zo. Of weet ik het allemaal wat. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, hè? Hey. Maar ja, zie dan maar net eens te winnen. Laten we even naar het casino gaan. Oké, en wij komen dus letterlijk aan bij het casino. Ik denk dat het de hoogste tijd is om naar binnen te gaan. Sorry mensen, ik wil je niet aanrijden. Oké, niet boos worden op mij. Ik kan er ook niks doen dat ik ineens zo rij. Alsjeblieft, dat is toch niet zo moeilijk? Oh my godness. Goed, we gaan dus even lekker naar binnen toe en eens even lekker aan het rad draaien, denk ik. En dan even een drankje bestellen. Eens even kijken. Kijk jongens, hier is het rad en ik denk dat we even moeten spinnen. Oké, wat gaan we prijzen worden? Ik ben dus heel erg benieuwd wat ik eruit ga krijgen. Oh my god. Oké, dan gaan we dan hoor. Press. Oké, go. Oké, we hebben best wel een goede spin gegeven. En wat krijgen we eruit? Krijgen we een auto? Krijgen we een auto? Of wat krijgen we eigenlijk? Of krijgen we 30k? Of krijgen we 15k? Of krijgen we drinken? Please. En het ziet er nou uit dat we 15k krijgen. Oké, prima op zich. We hebben gewoon 15.000 chips gewonnen. Ik ga er even een drankje doen, denk ik. Dit is wel een goed idee is. Hallo mevrouw, zou ik misschien een lekker drankje mogen? Of kan ik het hier eens bestellen? Of waar kan ik dat eigenlijk gaan bestellen? Ah, wacht, bij de bar natuurlijk. Waar ben ik dom? Oké, laat ik even wat drinken. En ik denk, oh, ik ga voor een hele dure. Ik zweer het je. We gaan voor de allerduurste, oké? We kunnen heel veel dingen doen. En ik ga dus voor de Macbeth Whiskey Shot. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe dat gaat smaken. Want ik wil toch een beetje in die vibe komen nadat ik Pardoes heb gezien. Ik ben niet zo heel blij mee. Oké, dan gaan we dan even lekker drinken. En ik denk dat het een heel goed idee is. Oh my god. En ik heb dus zojuist gedronken. Oké, hartstikke gezellig. Nou, dat was het dan. Oh, ik voel me niet helemaal lekker op dit moment. Nou, dan gaan we dan hoor. Oh my god, weet je, laat ik even heel gauw naar buiten gaan. Ik zweer het je. En oh my. Ik voel me een beetje dronken, denk ik. Oh no, dit is echt niet lekker, man. Oké, laat ik snel naar huis gaan rennen. Oké, en waar ben ik? Huh? Ik ben eens weer thuis? Wacht, ik ben toch net flauw gevallen bij de casino? Ik begrijp er niet heel veel van op dit moment. Oh, ik kan me even douchen. Ik hoop niet dat mijn zus daar toevallig is. Laat ik even lekker een douche gaan nemen. En huh? Wacht, wat doet Pardoes hier? Wat? Oké, laat me doen alsof er niks aan de hand is. Dit is wel een beetje raar dat Pardoes ineens staat te douchen. Laat gewoon wegkomen. Ik denk dat het wel iets verstandig is om te
boven doen. Oké, laat ik even naar beneden gaan. Pa, ma, goede... Oh, pa? Ma, wat is met jullie aan de hand? Pa? Ma? Oh, nee. Oké, dit is wel een beetje heel erg raar dit. Oké, laat ik even naar de McDonald's gaan. Ik heb ook echt behoorlijk veel honger gekregen naar alles wat er gebeurd is vandaag. Ik denk dat ik even lekkere burger ga bestellen, want oh, ik heb weer heel veel zin in burgers. Wat hebben jullie, lieve mensen? Kipnuggets of burgers? Als je naar McDonald's gaat. Of wat nemen jullie eigenlijk altijd? Laat ik het even dat vragen. Want ja, misschien nemen jullie ook een kipnuggets, geen burgers. Dat kan ook. En wat? Pardoes op straat? Ook daar is al pardoes? Maar wat is hier aan de hand? Oh, dit is echt heel erg vreselijk dit. Laat even gaan rijden. En ook hier is pardoes. En pardoes kijkt me ook constant aan. Ik zweer het je. Oké, dat is wel heel erg vaag. Maar goed, ik zie jullie weer bij de McDonald's. Oké, guys. En als het goed is, komen we bijna aan bij de McDonald's. Ik denk dat de hoogste tijd is om naar binnen te gaan. Oké, sorry mensen. Ik wou je niet aanrijden. Oké, dus daar ligt het niet aan. Ik dacht van iedereen is straks pardoes of zo, maar nee. Oké, een beetje raar. Oké, laat ik er even naar binnen gaan. En goedendag. En wacht, ben je nou heel serieus? Een heel team met pardoesjes. Oké, zou ik alsjeblieft een happy meal mogen voor jullie alsjeblieft? Wat heeft dit nou weer te betekenen? Overal is pardoes en ze kijken me constant aan. Oh, dit is toch verschrikkelijk, bro. Kijk dan, laten we even ons heen kijken. Hier is pardoes hier. Oh my god. Dit is kapot eng. Ik zeer het je. Als je om je heen kijkt, dit is toch echt bizar eng. Oké, laten we even wegkomen. Ze doen in ieder geval niks. Dat scheelt weer. Oh, wat zouden jullie doen als jullie in zo'n situatie zitten? Je ziet pardoes overal. En oh, deze meneer is boos op mij. Oh, dat is niet in ieder geval pardoes. En waarom is nou iedereen boos ineens op mij? Wat heeft dit te betekenen? Oké, op mensen zijn boos op mij of ik zie pardoes. Wat? Oké, dit is wel heel erg raar. Weet je, ik ga gewoon aangifte doen, want ik zweer het je van die smaten last die ik tegenwoordig heb aan mijn broek. Vind ik ook niet heel erg heel fijn. Daar word ik ook niet echt bepaald blij van. Dus ik zie jullie weer bij het politiebureau. Oké, dames en heren. En we zijn dus bijna aangekomen bij het politiebureau. Oké, laat ik hier even naar binnen gaan. Oké, de politie is in ieder geval nog wel. Dus er zijn wel agenten als het goed is. Ik mag hopen dat er agenten zijn. Sorry meneer de agent, ik moet letterlijk aangifte doen. Maar je moet niet voor de weg lopen. Ik bedoel, ben gewoon letterlijk aan het parkeren. En wacht, pardoes staat ook alweer daar. Ben je heel serieus? De pardoes die staan te paffen naast elkaar of zo. Wat? En ze volgen me ook wel echt met hun gezicht. Dat is nog het meest enge. Hallo, pardoes, meneer de agent. Zou ik aangifte mogen doen? Oh nee. Wacht, misschien is de agent in de gevangenis of zo. Sorry, dit ga gewoon even naar de gevangenis. Ik heb nog even lak aan. Ik bedoel, ik heb even belangrijke dingen te doen. En dan pardoes, weet ik wat allemaal. Oké, de cellen zijn dus hier zo. Meneer de agent. En oh my god, dit meen je niet. Meneer, zou ik alsjeblieft aangifte mogen doen? En wat? Overal zijn pardoesjes. Ook hier is pardoes. Hier is pardoes. En hier is pardoes. Oké, laat ik maar snel vandoor gaan. Dit kan toch niet echt zijn? En auw! Auw! Oh nee! Auw, 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 auw! Alsjeblieft, doe het niet! Alsjeblieft! Ah! Wow! Oh my god, wat is met mij gebeurd? Ik zweer het, je hebt weer een nachtmerrie gehad. En wat doe ik nou in het ziekenhuis? Wacht, misschien is het omdat ik te veel drank heb gehad of zo. Maar dit was dus gewoon allemaal een droom wat er gebeurd is. Oké, helder. Dan weet ik dat ook weer. Laat ik even snel naar beneden lopen. Ik zweer het je. Oké, ik ga er snel vandoor, want oh my god. Hallo, zuster! Is er iemand? Wat is met mij gebeurd? Kan iemand mij vertellen wat mij gebeurd is? Ik ben net wakker geworden. Zuster, wat is er? Ik kan gewoon hartstikke goed bewegen, hoor. Er is niks aan de hand. Buiten dat ik misschien in openbare dronkenschap ben neergevallen, maar verder is er helemaal niks. Eens even kijken waar die zuster is. Ik zweer het je. Ik wil het even heel graag weten waar die nu is gebleven. Zuster! En zuster? Bent u dat? Meneer, zuster, dokter en... Ah! Oh my god, ik ben zes weer wakker geworden. Oké, ik weet niet wat er nu weer is, maar ik vertrouw het echt niet meer. Ik zweer het je. Ik moet het naar beneden, maar ik vertrouw het gewoon niet, weet je? Na alles wat er net is gebeurd, hoe moet ik het nog überhaupt gaan vertrouwen? Oké, pa, maar... Oh, het zijn wel even pa, maar... Hey, hoe is het met jullie dan? Goed, wat doen we zo laat op? En, oh, je was flauw gevallen vandaag. Jongen, ben je wel een beetje voorzichtig? Inderdaad, jongen. Ik ben helemaal niet zo heel erg blij met dat je bent flauw gevallen toen straks. Wat is met jou aan de hand? Ik weet niet, ik had een whisky op en ik viel dus in slaap terwijl ik wakker en ik had weer een droom op pardoes gehad. Dat is al de tweede keer achter elkaar. Ach, lieve, toch? Waarom heb je nog een foto met pardoes gemaakt? Er stond een rij van 3 uur lang, dus het is een beetje lastig om daar een foto van te maken, snap je? Oké, daar heb je wel een punt in, maar... Oké. Nou ja, goed. Wacht eens even. Misschien probeert pardoes maar iets te vertellen of zo. Ik bedoel, ik vind het al zo raar. Ik bedoel, ik moet naar pardoes toe. En ik zweer het je, ik heb er 2 keer een droom over gehad. Iets in me zegt dat pardoes gewoon letterlijk die dromen aan mij geeft. Het is een beetje een rare theorie. Je zou denken van, ben je een complotdenker of zo bij een wappie? Nou, nee. Ik vind het gewoon een beetje raar, snap je? Ja, laten we even eerlijk zijn. Als je erover nadenkt, dat is toch ook heel raar. Ik bedoel, ik droom over pardoes en ik zie pardoes. En pardoes kan je wel aan bij de botsauto's. Dat vond ik ook wel een beetje raar. Bij die racetrack. Dat hij niemand anders aankijken. Die heeft iets bij mij of zo. Laat ik even naar pardoes rijden. Oké, en we zijn dus bijna aangekomen bij de soort van Efteling of zo. Ik weet niet wat het moet zijn. Het is geen Efteling, maar in ieder geval een themepark. Ja, niet elk pretpark is een Efteling natuurlijk. Hey. En laten we gewoon even lekker op afgaan. Ik denk dat het wel heel verstandig idee is dat even te doen. Oké, wat kan ik hier eigenlijk verwachten? Eens even kijken. Zal pardoes het nog steeds zijn? Let je zeggen dat pardoes het nog elke dag is. Ik weet niet of het zo is, maar oké. En ja, pardoes is het nog steeds. Ik zou zeggen pardoes moeten praten hoor. Oké, daar gaan we dan. Oké, 3, 2, 1. Kom maar eens jongen, ik moet even met je spreken. Pardoes? Hey, hoe is het met jou eigenlijk dan? Je bent ook niet de slimste, hè? Niet de slimste? Waar heb jij het over? Heb je lekker 2 dromen van mij gehad? De pardoes-invasie? Herinner je dat echt niet? Huh? Jij weet hier alles vanaf? Hoe dat dan ineens? Weet je nog bij de bar? Die dame? Ja, wat is daarmee? Ik ben die dame en ik heb iets in je drankje gegooid. Kom jij maar eens hier. Wat? Ben je serieus? Oh nee, au, au, au. Oh nee, oké, dit gaan we niet accepteren. Hè? Pardoes, maakt niet uit wat je probeert. Dit kunnen we gewoon niet maken. Oh my god, wat is pardoes gemeen geweest tegen mij, zeg. Ik zweer het je. Die dromen zijn dus toch niet voor niks gekomen. Zo, dit is wat pardoes doen. Zo, dag pardoesje. Oh my god, ik vind het verschrikkelijk dat pardoes even neerhalen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video, mensen. Like, abonneer en ciao.